is over en uit voor Scotch and Soda, de kledingketen. Wilde nog een doorstart maken, maar dat is niet gelukt. Alle Nederlandse filialen zijn inmiddels gesloten en de webwinkel draait nog heel eventjes door. Paul Moers is retail- en merkendeskundige. Spreken wij vaak hier op BNR over faillissementen. Goedemiddag, Paul. Ja, goedemiddag. Ja, we hoorden net al van de curator waarom niemand de keten wilde kopen van de Amerikaanse eigenaar Blue Alliance. Want die is niet geïnteresseerd in verkoop van het merk. Het exploiteren en het managen van merken, dat is hun core business. En ze zijn niet van plan om het merk te verkopen. Waarom houden ze daar in Amerika zo vast aan die merknaam? Ja, en dat is mij eigenlijk ook niet helemaal duidelijk, want een merk hoort opmerkelijk relevant en onderscheidend te zijn. En laten we eerlijk zijn, dat is Scotch and Soda de afgelopen jaren voor een heel belangrijk deel kwijtgeraakt. Dus wil je dit merk houden, wil je het weer levend maken, dan moet je daar onwaarschijnlijk veel geld in gaan stoppen. Nou, en ik vraag me dan af of het gaat lukken. Ja, maar wat is de merknaam Scotch and Soda dan nog waard zonder de winkels en de kleding? Ja, nou, ik denk dat die merknaam helemaal niet veel waard is. Dat ze zich daar ongelooflijk in vergissen. He, dus, en het is heel, ja, eigenlijk dom om die merknaam er niet mee te verkopen. Want dan had je misschien nog iemand gevonden die gedacht had, ja, ik kan er nog wat mee. Maar nogmaals, als je kijkt naar wat Scotch & Soda heeft gemist, dan zijn dat een paar heel belangrijke zaken in de markt die dramatisch veranderd zijn. Het eerste is dat die logistieke functie van een winkel na corona allemaal een stuk minder is. Het tweede is dat de tweedehandsmarkt volledig is onderschat. Hè. Sites als Vinted, kringloopwinkels zijn enorm succesvol. Het derde is dat thuiswerken enorm is toegenomen. Ja, dan gaan mensen minder mooie kleding dragen. En het allerlaatste en misschien wel het belangrijkste is dat de kosten van wonen en van voeding gigantisch zijn toegenomen. En dat betekent dat je voor andere dingen minder ruimte hebt. En dan zie je dat niet alleen kleding in elkaar is gepletterd, maar eigenlijk die hele non-foodmarkt in Nederland. Oh. En nog even terug op die naam, Paul. Zitten eigenaren vaker een doorstart in de weg omdat ze die merkrechten en de naam willen behouden? Nou, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar wat je dus vooral ziet, is dat ze proberen het samen te verkopen. Nou, dat zie je ook aan Blue Star Alliance. Die hebben dat in 2023, bedrijf gekocht. Maar met de merknaam. Ja, dan hebben ze ergens in hun achterhoofd, nou, die merknaam kunnen we misschien nog wel ergens voor gebruiken. Maar ja, wat ik al zeg, ze hebben dat DNA van dat merk, dat is onvoldoende goed vastgelegd. Het was ooit een hip merk, hè? En met als doelgroep eigenzinnige en kritische klanten. Maar ja, dat is het al lang niet meer. En dan is het daarnaast ook nog eens veel te duur geworden. Dus ja, wat moet je verder met dit merk? Ondanks dat het een mooie naam is. Ja, maar Paul, nog even kort. Want bij Rituals zagen we ook, dat bedrijf zit in een aparte BV. En daardoor kon je wel makkelijk een doorstart maken. Ja, en dat is wel slim. Hè? Dus bij een bedrijf als Rituals is ongelooflijk succesvol. Nou, het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld door een hele zware coronacrisis de winkels van Rituals failliet gaan. Maar dan heb je dat ijzersterke merk nog over. En dan kun je dus heel makkelijk zeggen van nou, dat ijzersterke merk ga ik gebruiken om weer een doorstart te maken. Dus bij een Rituals is dat ongelooflijk logisch. Maar dat is het bij Scotch & Soda eigenlijk helemaal niet. Dank Paul Moers, retail- en merkendeskundige.